Vanuit welkom bij het allereerste aflevering van The Punch. Het enige echte programma wat gaat over ringsporten zoals kickboksen, MMA en boksen. Eerlijk, oprecht en onafhankelijk. En vandaag in de studio drie bijzondere gasten, namelijk K1 Legends, Peter Aerts, Ernesto Hoost en Sam Schild. Ben je benieuwd? Blijf dan kijken. Dit is The Punch. Hier dus vandaag in de studio de drie legendes van de K1, oftewel Ernesto Hoost, Peter Aerts en Sam Schild. Heren, van harte welkom. We gaan het hebben over de goede oude tijd. Was vroeger alles beter? De vraag aan mij? Ja. Ja, nou, weet ik niet. Vroeger was het anders. Vroeger kijk, was het anders. Kijk, ik ben de beginperiode van de K1 heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Maar je ziet de dingen veranderen. Ja. Absoluut, ja. Ja. Als we teruggaan naar het allereerste begin, Peter. Jij en Ernesto zijn natuurlijk wel, zeg maar, de krijgers van het eerste uur. Vertel, weet je, een toernooi vechten, meerdere partijen op één avond, was toen redelijk uniek in die tijd, toch? Wij waren de eerste, volgens mij, bij de K1. Ja. Maar ze hadden echt de beste hadden ze uit heel de wereld gepakt. Australië, Brazilië, uit Amerika. Elk land hadden ze één of twee jongens en die vochten met elkaar. Ja. En dan ineens kom je in het Hol van de Leeuw, Ernesto. En dan ben je in één keer in Japan, redelijk onbekend. Je weet niet zo goed wat daar allemaal gebeurt. Kun je daar iets over vertellen? Nou, wat heel bijzonder was, is dat we bijvoorbeeld dagen voor de wedstrijd hadden we fotoshoots. Moesten we allemaal een kwartier of een half uur de tijd om bij de fotograaf langs te gaan en foto's te maken. Of interviews van tevoren en dat soort dingen. Nou, dat waren we natuurlijk helemaal niet gewend. Dat was heel bijzonder. In het hotel hadden ze dan een kamer gemaakt waar een fotograaf was. Waar je een kwartier lang foto's moest maken. Ja. Nou, dat was gewoon best wel uniek. Vond je dat lastig in het begin om daarmee om nee, te gaan? Nee, ik vond het leuk. Nee, het was hartstikke, ik vond al die aandacht, ik vond het te gek. Was het ook een erkenning, zeg maar? Of vond jij het lastig om met de camera om te gaan? Nou, ik was nooit zo'n fan van... natuurlijk, nee. Ik kwam vanuit het karate. Ik had een keer een karate-toernooi gevochten in Japan. Vanaf daar ben ik naar de Pancras gegaan. Dat is een free fight-organisatie. Yeah. En toen deed ze ook wel wat media, maar niet zoveel. Maar al gauw kwam je erachter. Weet je, ze hebben altijd dezelfde vragen. Altijd, weet je. En natuurlijk, het is hartstikke indrukwekkend. Hoor. Dan kom je op het vliegveld aan, staat een cameraploeg te wachten op je. Het is hartstikke mooi. Ja, dan komen al diezelfde vragen weer. En denk van, jongens, laat me naar het hotel gaan. Ik heb over 2 dagen moet ik vechten. En ik ben in mijn voorbereiding. Ja. Maar goed, de pers wil het natuurlijk weten, Peter. Ze wil natuurlijk alles van je weten op dat moment. Ja, het is, allemaal foto's, knippen, interviews, constant. Maar allemaal een beetje dezelfde vraag was dat. Maar andere wereld was gewoon daar. Ik kwam de eerste keer aan, 92 vocht ik al daar bij Rings. Met Chris Dolman, Dick Vrij vocht daar, Hans Nijmen, al die jongen vochten daar. En er zat denk ik 15.000 man. Bij de Sporthal Zuid of in de dingen zat er 5.000 man. Dan zeg je, 15.000 mensen, helemaal te gek. Maar helemaal gek, die mensen. Ja. Dat was wel een beleving, vond ik dat. Bij de kei in het begin was het nog niet zo top, maar langzaamaan. Op een gegeven moment, na 97, toen begon het echt te exploderen daar. Ja, was een gekhuis. Maar die eerste K1 was in het Yoyogi Stadium. Ja. En dat waren 12.000 mensen. 12.000 mensen, ja. En wat Peter zegt, in Nederland vocht je voor 4.000-5.000 mensen. En daar waren 12.000 mensen, helemaal vol. En gewoon een grote zaal. Ja. Dus dat was gewoon al een verschil, ja. Was al meteen anders. Was het ook een groot contrast? Want dan kan ik me voorstellen, dan kom je dus terug naar Nederland. Hè, dan heb je titels gewonnen. En dan kom je terug in Nederland. En dan is het eigenlijk weer, doe maar weer gewoon en doe dat weer gek genoeg. Ik was al 2 keer K1-kampioen, niemand die me kende. Nee. Helemaal niemand. Is dat dan niet frustrerend als je in je eigen land dan terugkomt? Dat nou, je dan... ik vond het wel fijn. Je kunt ook wel dingetjes doen dat mensen die zeggen van, hé, dat is die Peter. Zoals? Zoals? Nou, als je op de uitgaat en dit en dat en ik hier af en toe links en rechts afgaat, dan zeggen ze niet van, hé, dat was hij. Nou, moet ik het van de uitkijken, denk ik. Nee, maar ja, want je bent... hoe oud waren je toen jullie, zeg maar, voor de eerste titels wonnen? Nou, toen ik won voor het... Peter was al vrij jong, maar ik was al 32, geloof ik, toen ik de eerste keer won. Dus ik was vrij oud al. Ik was 23 de eerste keer. 23? Ja. Het mooiste was, ik zat nog op school. Je zat nog op school? Ik zat op Siel, sportleraar was ik. En ik had gewoon een hele dikke Mercedes en de leraar ging in Opel naar de school. Ik had gewoon een dikke Mercedes toen. Maar wanneer merkte je voor jezelf dat geld, hè, wat je zegt, het zal nooit in eerste instantie een motivatie zijn geweest.
Aan de andere kant geloof ik ook alweer wel. Omdat je een titel en een stukje financiën is natuurlijk wel een stukje rust ook wat je daarmee krijgt. Wanneer merkte je dat dat wel ging meespelen? Of heb je dat nooit zo ervaren? Nou, kijk, ik vond het in principe wel voor de titel, hoor. Dat vond ik het belangrijkste. En ik vond het belangrijk dat ik ervan kon leven. Ja. Ja, dus kijk, op een gegeven moment, als je dan in het begin had je dan $1,000 of $1,500 van het vechten. Nee, dan dacht ik van, nou oké, dan kan ik eind van de maand kan ik halen. Ik kon bij mijn vader werken, ik kon een beetje bij mijn vader werken. En zo kon ik van partij naar partij kon ik gewoon je ding doen. Mijn ding doen. Ja. En dat vond ik het belangrijkste. Kijk, het werd natuurlijk wel anders toen ik die K1 won. Ja, precies. Maar goed, ja. Je denkt ook over je toekomst, of niet? Ik heb wel geleefd. Je hebt wel geleefd? Ja, ik heb vertel. Geleefd. Ik ook. Vertel eens, hoe heb jij geleefd, Peter? Grote auto's, huis, ik heb huis, zwembad. Kan op feesten, alles zit erbij, weet je. Heb jij nog steeds, zeg maar... Familie, mijn vader, moeder, schoonfamilie. Ik krijg allemaal auto, dit, dat, die dingen. Ik heb wel geleefd. Je was een gullegever. Ja. Je wilt dus als ik het goed heb, dan heeft mijn omgeving het ook goed. Ja. Dat is mooi. Ja, zeker. Je hebt zeker wel goed meegeleefd allemaal. Ja. Zeker die jongens om me heen ook allemaal, hoor. Ja? Ja. Goed voor je vrienden, Peter betaalt wel? Ja. Maar ja, nu is het anders. Het is een beetje een andere tijd nu. Dus, ja, maar goed, alles verandert. Ja. En het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe je er zelf mee omgaat. Ben je zelf een verstandige man, zeg maar, op het gebied van financiën en dingen uit het verleden? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee. Nou ja, goed, ik bedoel, ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen en ik ben gescheiden. En dat heeft dus een helft van mijn vermogen gekost. Dus wat dat betreft, dat was niet zo slim. Nee. Verder ben ik altijd wel normaal met mijn geld omgegaan. Ja, ik bedoel, ik heb nooit hele grote domme uitgaven gedaan. En ik ben altijd wel voorzichtig met mijn geld omgegaan, gelukkig. Ja. Hoe belangrijk is dat voor vechters in het algemeen? Want je weet natuurlijk dat je houdbaarheid op een gegeven moment maar een beperkt aantal jaren is. En daar moet je het in doen. Niet iedereen heeft zoals jullie die kansen gehad natuurlijk op het gebied van zwaargewicht. Want K1 nu, vandaag de dag, is wel weer een beetje aan het starten. Maar het is niet meer wat het was. Kun je iets vertellen over die gekte, over dat sterrendom? Want jullie waren echt grote sterren daar. Ja, zeker. In de begintijd daar, na 95, 96, werd het helemaal gek huis daar. Noem eens een situatie wat je meemaakte. Gewoon mensen... Wij gingen naar Fukuoka, dat weet je nog wel. Wij gingen naar Fukuoka, dat is in het westen van Japan. En toen gingen we met een groep K1-vechters, gingen wij eten in een restaurant. En die mensen die werden helemaal gek. Die gingen voor het raam staan, weet je dat nog? Die gingen voor het, echt, ik denk dat er wel een paar honderd mensen daar stonden voor het raam te staan om te kijken hoe wij aan het eten waren. En toen we naar buiten liepen, foto's maken, ja, allemaal met je wegwerpcamera's allemaal, hè? Ja. En we gewoon te weg. Foto's maken, dat soort dingen daar. Verkeersopstoppingen. Ja. Ik ben een keer in Nagoya was ik. Kwam er daar maar niet voorbij. Die stopte allemaal, die wou allemaal op de foto maken. En nu eentje wou een low-kick hebben. Dat is wel grappig. En die vriend van mij was, zei, moet je wel een goeie geven. En op een gegeven moment, na 10 minuten lag er een op de grond. Dat was zijn bed. Nee. Rino, dank je. Ja. Dus die wilde van jou gewoon een schop hebben? Ja, die wou allemaal een trap hebben. Sommigen wou een hoge trap, maar dat doe ik niet. Maar een goede logiek is eentje lag op de grond, 10 minuten later lag er ook. Ja, ik heb het ook een keer mee. Dank je wel, Rino. Echt? Ja. Ja, ik heb het ook meegemaakt. Waarbij ik later, een jaar later, die man weer tegenkwam. Die had gewoon 2 maanden last van zijn been gehad. Echt waar? Ik had op een gegeven moment liep ik in de hotellobby en kruipte er zo'n babytje over de weg. Maar ik zag het helemaal niet, ik liep gewoon door. En op een gegeven moment dat kindje zo op mijn slof. Dus dat ventje, dat vloog door de lucht heen. Ja. En die vader helemaal, oh, thank you. Die pakt dat kind op de foto. Dat was wel gek huis, ja. Oh, maar dat is toch erg eigenlijk? Ja, maar ik kon niks doen, ja. Nee, jij loopt gewoon, ik kijk voor me, ja. Ik kruipt zo'n kind over, pats. Wauw. Ja. Maar dat is wel echt heel bizar. Ja. Dus morgens ontbijt, duurde een uur voordat we ontbijt waren. Ja. Allemaal fans, 40, 50 meter, en die lopen niet voorbij. Die waren allemaal handtekening, foto, terug, weg, weer. Ze hadden ook handeltjes, hadden ze. Dan zag je diezelfde gasten weer terugkomen. Ja, ja. Die dingen verkochten. Elke keer heette die anders. Ik op een gegeven moment denk van, jij hebt ook al eerder gezien, man. Ja. Ja, dat had hij elke keer andere namen. Wanneer was dat moment dat Nederland daar voor het eerst een beetje aandacht aan gaf? Want ik weet nog wel, zeg maar, dat Mylène de La Haye was een van de eerste die jullie ging volgen of zo. Nee, dat was toen jij won, toen Panorama meeging. En die ging een verslag maken over jou. En dat was de eerste keer dat het groot in het nieuws kwam.
in Panorama in Nederland. Dus was 6 jaar na dato? Vijf jaar na dato. Ja, want dat staat bij heel veel mensen nog steeds in het geheugen gegrift. Ja. Dat mensen toen wisten van, oh ja, dat was toen. Die jongens die zijn in Japan helemaal... Kennels, hier in de... Ja. Koning, keizer, admiraal, zeg maar. Heel, ja, maar over de hele wereld waren we bekend, behalve Nederland. Maar dat was ook zo, van als we dan op Schiphol kwamen... Nou, dan stond je familie stond daar zo. Je had een grote beker alles. En stond je familie daar zo. En, ja, en daar, als we naar Japan al gingen, dan stonden er al, fans of in ieder geval pers te wachten. Ja. Ja. Laten we daar zo nog even op terugkomen. Laten we even voor de grap nog eens even kijken naar de commerciële kant van de K1-vechter. Zo, nou, de commerciële kant. Laten we even gaan naar de tegenstanders, jongens. Noem eens voor ieder even een noemenswaardige tegenstander of iemand die indruk heeft gemaakt of misschien iemand die is bijgebleven. Ja, voor mij Ernesto Hoost, de eerste partij dat ik... Ik vocht tegen Musashi, was mijn allereerste partij in het kickboksen. En de tweede partij vocht ik tegen Ernesto Hoost gelijk. Dus dat was wel een partij, daar heb ik heel veel aan gehad in mijn latere loopbaan. Ja? Omdat Ernesto had al tegen iedereen gevochten in de league, zeg maar. Dus elke partij die ik dan daarna vocht, dan kon ik kijken naar de partij van Ernesto tegen die tegenstander, wat hij had gedaan. Ja. Nee, en dan weet ik van hoe hij voelt, van wat ik dan eventueel zou kunnen doen. Ja. Laten we heel even kijken naar die wedstrijd. Die wedstrijd, dat was een onbeslist. Nou ja, je had gewoon gewonnen. Maar dat zei je ook gelijk in de ring, zei je dat ook gelijk tegen mij. Dus dat heeft me eigenlijk zoveel kracht gegeven daarna. Ik denk van ja, als Ernesto Hoost dat zegt, ja, had je het geweten, had je het waarschijnlijk niet gezegd. Zeker niet. Weet je? Maar toen was dat. En dat is nou een partij dat het toch eerlijk is. Op het moment dat sta je tegen elkaar te knokken, op een gegeven moment dan je krijg je toch respect voor elkaar. En op dat moment zei je dat en dat had je misschien niet moeten zeggen of wel moeten zeggen, weet je. Maar ik heb daar heel veel aan gehad in mijn verdere kickbokscarrière. Ja, kijk, als ik win, win ik. Ik bedoel, het is mij nooit overkomen dat ik een wedstrijd die ik niet had moeten winnen, gewonnen heb. Het is me 1 keer overkomen tegen Sam, dat ik een wedstrijd die ik had moeten verliezen, onbeslist kreeg. Het is me een aantal keer overkomen dat een wedstrijd die ik had moeten winnen, verloor. Ja. Dus ik had gewoon iets van, ja, ik weet hoe lullig het is. Dus ik zeg tegen Sam, na de wedstrijd, ik zeg, ja, sorry Sam, je hebt gewoon gewonnen. Ja. Peter, kun jij nog eens een merkwaardige vechter opnoemen waar je het last mee van hebt gehad? Of... Dat was Sam Grekel, ja, die was weer het kampioen karate, moest tegen mij vechten. Leuk partij. Echt 5 rondes actie, ik sloeg 2-3 keer neer. Nee. Maar ik kwam elke keer weer eraan. Zo'n poppetje, zo'n rustig poppetje. Op een gegeven moment sloeg je dan volgens mij neer. Dat hij op zijn hoofd. Ja, nee, op een gegeven moment sloeg hij mij de tweede keer. Rechts direct en van achterover trap ik hem vol op zijn scherm in op zijn kop. Laten we even naar beelden kijken daarvan. Ja, dat was slopen of niet, Peet? Ja, dat was harde partij, die Sam. Dat was toen een sterke jongen. Weet je, met die Sam is,
Hij gaat knock-out of hij wint op knock-out. Het is niet echt een puntenbokser. Hij gaat ervoor of hij verliest. Dat is één van de twee. Ja. Maar het is wel een sensatie voor de mensen. Ja. En daar komen ze daar wel voor natuurlijk. Ja, en Nesto, bij wie was er bij jou zeg maar, iets wat nog steeds in je geheugen gegrift staat? Het jaar 1999, om meerdere redenen. Mijn dochter werd geboren. 5 dagen voordat mijn dochter geboren werd, ging ik zwaar knock-out. Dus ik weet niet eens hoe ik terug ben gekomen in de kleedkamer. Later zag ik beelden van mezelf, dat ik liep, maar ik kan me dat niet herinneren. Laten we nog even kijken naar deze clip. ja, en na zoveel jaar in de ring te staan, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Hoe is het met het lijf vandaag de dag? Ja, het lijf, ja, er zitten wat mankementjes in hier en daar. Hè. Dus, maar ik denk dat ik absoluut niet mag klagen. Ja, ik heb wat last van mijn knieën af en toe. Mijn tenen die zijn weer rechtgezet. Ja. Verder kleine gaatjes. Eigenlijk minimaal? Ja, denk ik wel, ja. Weet? Ik heb wel slijtage, hoor. Maar ja? Ja, maar ik heb allemaal partijen, zijn allemaal hakpartijen geweest. Maar het is weinig technisch, af en toe wel tactisch. Maar ik doe alleen maar mijn hand gebroken. 2 weken later weer vechten met een gebroken hand. Zulke dingen. Voet breken, gewoon doorgaan. En daarna denk je, ja, niet zo slim, maar ja. Achteraf is mooi wonen. En wat is dat dan, zeg maar, dat je dan toen toch doorging, zeg maar? Wat was het dan dat je toch dacht van, ah ja, het gaat wel weer over? Mentaliteit gewoon, denk ik. Kijk, tegenwoordig, die mentaliteit, als ze een nagel tegenwoordig kapot hebben, dan vechten ze al niet meer. Of dit of dat, die wil niet met die, die wil niet met die. Ik wou vroeger met iedereen vechten. Zoals ik ziek was, vocht ik met de jongens, maakt me niet uit. Nee. Ik heb tegen die Mike Benauwd toen gehad, als ik al eens ziek van Pfeiffer en want een darmontsteking had. Ik heb gewoon met de eerste onderzoek neer, daarna sloeg hij mij gewoon 5 keer neer. Maar ik was gewoon moe. Ja. Na een half minuut was ik moe. Dus ik denk, maar de mentaliteit, maar ja, een beetje, mijn trainer had me toen terug moeten trekken. Maar ja, ik zelf. Het is niet slim. Daarna denk ik stom geweest, weet je, met de gebroken hand ook. Ik heb toen met hem gevochten met de gebroken hand 2 plaatsen. 2-3 weken later voor het gewoon tegen Duke in Zwitserland. Ja. En ik raakte hem 1 keer met een rechtsop, sloeg hem aan, luister, denk ik hem hand eigenlijk weggooien. Maar ja, dat moment interesseerde me niet zoveel. Nee. Nou denk ik van, ja, een beetje stom geweest, maar ja. Merk je iets met geheugen of wat dan ook? Niet ja, nee, tuurlijk. Ik heb 32 jaar, ik heb 27 jaar met de wereldtop meegedaan. Ja. Dus ik merk het wel een beetje. Iedereen heeft wel een beetje last. Maar ja, ik ben niet super... Maar hij bent nooit super scherp geweest met leren en zo, weet je. Maar ik weet wel alles, ik ben wel fit. Ja. Ja. En voor jou en zo, je lijf? Ik heb een keer in een training heb ik mijn arm overstrekt, of vaak overstrekt. Waardoor ik op een gegeven moment kon ik hem niet meer strekken. Dat is een dingetje. Wat Peter zegt, af en toe vergeet ik ook wel eens wat. Ik heb een beetje last van bij mijn knieën en zo. Maar als ik gewoon kijk naar al die jaren van trainen, dan vind ik het eigenlijk heel erg dat ik vrij goed uit ben gekomen. Zij het, als je het overnieuw mocht doen, had je het dan weer zeg maar, overnieuw gedaan? Hetzelfde manier? Ja, ik wel. Ja, weet je, dus ik was een beetje wilder vroeger. Ik zou het wel hetzelfde doen. Ja? Kijk, als ik serieus was geweest, had ik keihard nog meer gewonnen. Denk ik persoonlijk. Vroeger. Ja, dus alleen maar feest vieren. Dat dacht ik ook. Ik was de dag ervoor, ja? ik kwam gewoon dronken aan. Maar ik vocht wel met die gast ook. Ik vocht gewoon 5 rondes met die Sam Greco de eerste keer. Gewoon dronken kwam ik aan. Met mijn koffer opgehaald ben ik naar de school. Laatste jaren niet. Dus als ik mijn vrouw ontmoet heb, ben ik serieus geworden. Ben je een hele serieus jongen geworden? Nee, niet heel serieus, maar een stuk serieuzer. Maar daarvoor was ik helemaal wild. Ik kwam gewoon dronken aan, ik ging uit de disco, ik ging mijn koffer ophalen, ging vechten. En ik vocht naar al die gasten. Ik had gewoon een buik, weet je.
Met mij heb je dat niet gedaan, Peter. Toen je tegen mij moest vechten. Heb je serieus? Ben je goed geweest? Ja, nou, dat is nooit. Ik train altijd hoor. Maar ik speel wel feestvieren tussendoor. Nou, als ik me goed kan herinneren, ben jij fysiek, naarmate je ouder bent, ben jij fysiek in een betere shape geweest? Ja, ik heb nooit krachttraining gedaan. En later, op het leeftijd, kwam ik die Peter Koeman tegen van school uit. Toen ben ik echt krachttraining begonnen. En dat ben ik gewoon lichaam veel sterker. Dat is gewoon zo. Ja. Vroeger deed ik alleen maar kickboksen, alleen maar sparren. Ik elke week de 100 sparren. Dan begin je krachttraining, allemaal dingen erbij deken. Dan word je wel fysiek een stuk sterker. Ja. Wat doen we eigenlijk vandaag de dag precies allemaal? Waar houden jullie mee bezig? Nou, ik ben bezig met de sportschool in Zuid-Laren, Fight Game Academy. Ja, daar geef ik heel veel les. Daarnaast geef ik nog seminars, clinics. Ik ben nog steeds bezig met karate. Dus ik ga gewoon door. Het is, ja, kijk, het is eigenlijk, ik heb van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. En zo voelt het ook nog steeds elke dag, weet je. Ik ben elke dag, op het moment dat ik de sportschool binnenkom, heb ik een mooie entree, heb ik één beker staan van mijn eigen. En de rest van de jeugd die nou aan het met judo, met karate, wedstrijden wint, die staan erbij. En dat maakt me altijd trots. Dan denk ik van ja, hier doe je toch voor. Ja. Absoluut, ja. En jij, Peet? Ik heb pas een nieuwe sportschool geopend. Ik ben de NCD, Fitness Gym Okinawa. Ben ik druk mee. Ik heb mijn eigen bond in Japan ook, niet zo groot als Hoos. Een klein beetje amateur bond heb ik, Peter Raadspirit. En seminars. Ik ben wel druk met allerlei dingetjes. Jij, Nessa? Ik geef ook heel veel seminars over de hele wereld. Word ik uitgenodigd. Ik train een aantal vechters. Ik ben in Japan verbonden aan de Host Cup. Mijn eigen... de cup die naar mij vernoemd is. En, grote eer, toch? Hele grote eer, zeker weten. En ja, ik zal altijd wel in de sport bezig blijven. Jongens, ik vond het super. Ik vond het super gezellig. Toch, ik kan zo nog 6 uur met jullie doorgaan. Nee, maar fantastisch juist. Dit was voor mij juist leuk. Om eens eindelijk eens een keer met lekker over het vak te lullen. En om daar gewoon eens even lekker te kunnen zeggen wat je wil zeggen. Ontzettend bedankt voor jullie komst in de studio. Sam Schild, Peter Aerts en Ernst de Host. En dit was weer een hele leuke aflevering van The Punch. Dank voor het kijken. En voor meer informatie check natuurlijk even onze website. En we zien je graag bij een volgende aflevering van The Punch. We'll be right back.